Dit is een reis soos geen een van tevore. Een reis van die Indische tot die Atlantische Oceaan. Een reis dwars oor Afrika. Gideon Swart, François Marais, Nobe Kutsie, André Bester en Pierre van Heerden. Hulle reis saam met my, Johan Badenhorst. Ons ses man ondervind die wonders van die continent. Ons ervaar sy uitdagings. Ons beleef sy skoonheid, sien sy vreugde, maar ervaar ook sy hartseer. Dit is Voetspore op die Ewenaar. Het gaan een baie, baie, baie lang dag wees. 370 om te gaan. Congo! Congo! Maar ik ben hier niet op. Ik heb het niet. How are you? Fine, how are you? Good one. Very good, very good. Merci, merci. Een lang dag wat voor lê. Een reis tot in die hart van die continent. Een reis naar Kisangani. Een pad waar honderden voertuigen vertraagd worden. Als gevolg van die toestand van die padoppervlakte. Ik zie weer die mieren op die pad loop. Yes, jy het aan my broek opgeruimd. Merci beaucoup. Merci. Ons het vir Jimmy die politieman een geleentheid gegee om saam te rijden tot by Kisangani. Dit help sommer baie. The road, no good, problem. And we go to Kisangani. I go Kisangani. Okay. From Bunia. Die communicatie is moeilijk, maar Jimmy verstaan baie goed wat ons behoeftes is. Op die route is het duidelijk. Rij je net van die pad af, dan val je voertuig om. Ja, het is een lekker dag vrij, het is lekker koel. En dit reën nie. Steeds nie. Ons is regtig baie, baie gelukkig met die weer van jaar. Ons het precies in die droge seizoen geslaan. Maar het steeds hier so, selfs die droge seizoen reën het baie. Maar nie van jaar nie. Bonjour, monsieur. It's much better. It's in the back. Much, much better. Let's see. Okay. See you in Kisangani. Almal in die konvooi weet al van ons. Ook hulle is besorg oor die manne met malaria. Ja, ons rijden nu 2 uren lang en ons is gemiddelde spoed is 23 km per uur op die oomblik. So dat geeft ons een idee hoe moeilijk het gaan wees om wel bij Kisangani uit te komen voor donker vanavond. Bonjour! Fun, how are you? John. Where's your car? It's here. It's here. My fan belt. Oh, okay. Broken. Oh, sorry. Okay, no problem. How's Epulu? Very, very okay. Nice. Beautiful. Sorry for Kapi. Yeah. Sorry for Kapi. No. Okay. Okay, I hope you fix your problem. Merci beaucoup. Au revoir. Okay. Go hunting for antelope. Een bon chance, hè? Goed. Ja, hierdie pad waarop ons reis is een van die transcontinentale routes van Afrika. So, die Kaap en Kairo kry en Casablanca naar die Kaap en soort van so kry die een dwars oor Afrika. En dis waarop ons tans ry. Dit word nooit sê nie.
By die grote rivieren is daar net een manier om oor te kom, met een Baileybrug, wat nog dateer uit die koloniale dae. Weer eens, een oponthoud. Ook ons kan nie altyd met die eerste probeerslag verbykom. Bestuurders moet dan baie geduld hê, want we kom net by die volgende hindernis en dan wag hulle maar daar tot, ek weet nie, wag hulle daar by die haai nou tot daar, tot het droog word of wat, want baie instammer het in die middel van die hindernis gestrand en dan staan die hindernis wag achter hom, maar hulle kan nie soos ons so by die kant voorbij squeeze nie. Die route is nie so ver nie, net so moeilik. Vanaf Epulu wil ons tot by Kisangani. Ons haal skaars, Bafwasende. Ongelooflik, maar weet jy wat is nice daai vrachtmotorbestuurders. Vraag vir ons of Gideon ook okay is, en Gideon moes onder sy trok gaan nie. Vraag is hy ook okay, en sê ja. Ja, die mense het goeie kant sê, ek is verregtig. Maar ons maak al vriende langs hierdie pad, net tussen hier in Kisangani. We gaan ons die mense al ken. Ja, absoluut. Ons is voorbij de derde trokkie kom en my vriend roep, hey, monsieur François,